Zo, dan zijn we ze. Ja, ze zijn gestart. En Sander zal dan met start nummer 62 zal zeker al de koppositie ingenomen hebben. Zoals ik hier kijk. Dan ben ik benieuwd, Luc Schepers en Inke Arts. Giel Bronder, waar blijft onze vriend Ringelberg? Nummer 7, hou maar in de gaten. Op een vierde. Ja, ik zei het al. Op een vierde plek hè, zit hij al. De master van de DD2. De tweede plaats is uiteraard. Nou ja, uiteraard in ieder geval. Dat is niet zo moeilijk. En hoort dan natuurlijk ook een zeer oude bekende bij. Frits Wernsen. Frits Wernsen uit Oosterbeek. Neem aan dat zijn broer toch wel even een blik werpte. Michelle Sieplik ook al, ja, ook al op 10. Sirenes kwartier en oproep voor Jeffrey Fixen. Jeffrey Fixen. Dan hebben we ook Sam van Til en Roderick Pikker met zijn begeleider voor de vrienden verzocht zich boven te melden in de toren. Jeffrey Fixen, Sam van Til en Roderick Pikker worden vriendelijk verzocht zich te melden boven in de toren. Daar wordt op jullie gewacht. Zo, we gaan eens even kijken. Het is, ik heb geen voorspelling gedaan, maar het is zijn weer. Het is ook zijn droge asfalt. En dan is het een man die in de DDT Master voorop gaat. Zijn naam luidt Jim Ringelberg. Gaaf om te zien. Hij en toch wel mooi met start nummer 7 aan de leiding zijn vriendin Marjolein Nielen. Hier ook aanwezig en ook gekomen. Dan Joost Kila met zijn vriendinnetje ook hier aanwezig. Ook, zoals je dan ook een aantal mensen kent die bij zijn fans horen, is het nu Jim Ringelberg die je met 48-278 hier even neerzet met de DDT Master op de Parolin. Luc Schepers met Giel Bronder, Sibeliak, Alexander met Imke Arts, Vermeulen Spaans, Frits Wernsen op een... achtste plaats met start nummer 27. Is het dan de tweede master. Michelle Sieplik. Dan Wim de Ruh, Achterhorst. Van Weert en van... En ja, wat Jim dan al zei in het begin van het seizoen. Dat hij er wel op uit is om mogelijk te kijken of hij naar Brazilië zou kunnen. Dan moet hij natuurlijk ook wel toestemming krijgen van Marjolein Nielen. Maar goed, het zal wel lukken. Wat mag ik aannemen? We gaan eens even verder kijken. Het is Ringelberg aan de leiding met 47-531. Nee, het is Bronder. Bronder aan de leiding. En Jim Ringelberg nu inmiddels
naar een tweede plek. En dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk. Want Blomberg is een DD2 en Ringelberg is een DD2 master. Maar er zitten natuurlijk nog wat meer gasten op het inkertouw. Dat is Luc Schepers, die inmiddels ook de aansluiting met Jim Ringelberg te pakken heeft. Dat geeft natuurlijk wel ook aan in welk hij rijdt. En ook zo, nou... Dan weten we natuurlijk ook wel welk niveau dit. Zo, we gaan eens even kijken. Blonder met Ringelberg. Ringelberg en Luc Schepers. Dan Sibeliak naar een Imke Arts. Ja, net op de eerste startrij. En nu even kijken. Ja, Ringelberg, dat is die Blonder. Blonder, Schepers. Schepers nu aan 1. Dan Ringelberg op 2. Giel Blonder op een derde plaats. Sibeliak op een 4-5 Imke Arts. Met Alexander Vermeulen. Met Jesse Spaans. Michelle Sipriek. Die zei al, die moest toch wat verder naar voren. De dame op de DVV uit Uden voor ABC Automobielen. Haar vader, Frank Sipriek. Prachtig motorrij. Pas even bij je deze kijken. Schitterend motorrij met enorm mooie tegenhands. Oftewel ook Pacers, maar ook hele jonge automobielen. Heeft vader Sipriek staan. Dan Frits Wernsen. Wernsen, de tweede master. Bij met startnummer 27. Wim de Ruy op 3. Die achterhorst op een vierde plaats bij de master. Nou, we gaan eens kijken. Het is wederom Ringelberg aan de leiding. Ringelberg aan de leiding. De Tourwagen. Nee, we hebben Touring Cars. Dat is in Rotterdam en ook het huurbedrijf. Maar goed, Ringelberg op 1 met startnummer 7. Het was ook legendarisch wat hij daar toen liet zien. Dat was in Portugal, Spanje. Ja, volgens mij ja, dat was Portugal. Daar ook de eerste plek, denk ik, plek, maar wel op het podium terecht. Ja, nou goed, in ieder geval, voorlopig is het hier ook nu bij de DD2 Master. We zitten aan 8 minuten bij me inmiddels. En 8 minuten is het Ringelberg aan de leiding. Achter hem is het Sibeliak Sander die in opmars is en Luc Schepers. En het is zeker geen schande dat Ringelberg mogelijk tweede zou kunnen worden. Maar, ik moet eerlijkheid wel bekennen ook, dat laat hij ook niet zomaar gebeuren. Hij geeft ook niet gauw op en hij verdedigt natuurlijk ook heel erg mooi. En wat er dan gebeurd is in, bij de 1, wil ik u lekker onthouden. Want ik weet een heleboel mensen dat ze thuis de camera aanzetten, oftewel de herhalingen. Graag willen zien of wij de race willen zien. En ik zal geen uitsluiting zoals het daar allemaal gebeurd is en ook heeft plaatsgevonden. Dat beloof ik u. Nou, Sibeliak heeft dan een tijd neergezet van 40-7-5-2. Dan zal er wel zeer snel ook een aanval komen van hem op Ringelberg op start van row 7. Maar ik moet zeggen, Schepers gaat mee, Bronder gaat mee. En voorlopig is het nog de man uit vlakbij Rotterdam, Heine Noord vandaan, plaatsgezet. Wat gaan we doen? Het is Ringelberg die nu naar 3 is. En dan zien we dat bij de master hij nu 3 plaatsen opschuift. Ja, die heeft hij dan achter zich, de man met startnummer 6. En 6 is Giel Bronder. En volgens mij komt hij ook uit voor... kijken, is dat zo? Komt Bronder.
Moet ik weer even naar een ander schermpje, de DDT Master. Ja, Bronner komt uit Rokanje, ook bij Rotterdam in de buurt. Jeffrey Fixen, een vriendelijk verzoek of je even boven in de toren wil melden met begeleiding. Een herhaald verzoek. Sander Psibeliak met Luc Schepers en Ringelberg naar een derde plaats. Nou, ik moet niet zeggen, ik kan niet zeggen dat het niet ophield, maar ja, goed, dan toch met een startnummer 62, Psibeliak op 1. Ringelberg na 3 en dan op een vierde plaats zit dan achter hem Nieuw-Bronder. Tom van Weert op een 13e plaats met 54,79 en 46,1. 45,801 Sander Psibeliak. Dan 11,5 minuut hebben we dan bij de DD2 inmiddels. Achter de rug. We hebben 15 minuten en 2 ronden. En we zien dan eens even kijken. Fritz Wendt op een 9e plaats met start nummer 27. Dan bij de Master maar eens even kijken. Die de nummer 27 heeft ook de Car Mediation, de nieuwe en gebruikte auto's, Lavans, de wasserij. En ook Frits heeft natuurlijk een enorme cv en die heeft hij ook ooit opgebouwd met zijn broer samen. En is 2000 cupkampioen en de vierde bij het NK, 2004 de tweede in het Rotax Challenge en Olympische klassen. Nou, we gaan eens kijken. We hebben dan Psibeliak met Schepers, Ringelberg nog steeds op een derde plek met startnummer 7. We zitten inmiddels 13 minuten. 13, we hebben 15 minuten. En wat zien we? Wat zien we? Zo, hallo zeg. Goedemiddag, dat gaat dan even op het rechte stuk als een mega tekeer. Dat was dan Luc Schepers met Bronder even aan Ringelberg voorbij. Ringelberg ging dan als tweede wel over het streepje. Dan zien we ook, ja, hij is nu ook weer als tweede te vinden. Hij is nu ook weer als tweede te vinden op de plaats bij de Rotax, de DD2. De tweebak schakelde, rijden ook allemaal op sliks op het ogenblik. Luc Schepers op een derde plaats. Hoe lang zal dit blijven bestaan? Ja, er zit natuurlijk al een moordend tempo ook in Alexander Biliak. Prachtig mooie strijd wordt daar voorin geleverd, hè, met de vier mannen. Dat Bronder en Schepers zit daarbij. Dan gaan we eens kijken waar Michelle Sieplik voor ABC Karts op een 7e plaats van start met 53. Imke Arts met 21e plaats. Nummer 30 na Wim Achterhorst is uitgevallen. Kijken, ja, het is nog steeds. Met start nummer 7 is het. Ook kartfoto.com. Kartfoto.com is dan Michael Melis. Met Daan. Dan ook zien we daar de man van Kart Express, Racer Express. Jim Ringelberg, wederom de snelste tijd. 45,612. 15 minuten.
We zitten in de 15e minuut. 15 minuten en dan zitten we toch redelijk aan het einde van het hele van deze match. En dan zien we Ringelberg nog steeds op een tweede plaats met startnummer 7. Master, ja, toch hoe je dan je manifesteert tussen de DD2'ers in. En dan als master op een tweede plaats te rijden. En af en toe zag je ook al een wissel. En ook nu is het toch weer hij op een tweede plek te vinden. Jim Ringelberg. Fabelachtig. Wat ook Psibiliak, die ook van verre weer naar voren kwam. En, ja, daar is hij weer hoor. Wederom, 45-3-9-6. 45-3-9-6. Wederom een snellere tijd heeft hij hier neergezet. De man op de tweede plaats met startnummer 7. We zitten in de allerlaatste ronde van deze mans. En dan is het straks 1. Psibiliak met Ringelberg. Ja, zal het wel of zal het niet? Ja, het is volgens mij echt zo. Want de nummer 6, Giel Bronder, zal er nog alles aan doen om mogelijk de tweede plaats in te nemen. Maar ik denk dat Ringelberg dat niet toelaat. En ook zeker de tweede plaats zal kunnen blijven behouden. Maar ik zie hier Xander Psibiliak, prachtig 1. En Ringelberg, heel mooi 2 met Giel Bronder. Dan Luc Schepers, 4-5. Een dame als eerste in kaart. Alexander Meulen, Cyprik Wernse, Dezemer Spaans, Wim de Ruy en Tom van Weert.